Paul van Vliet. En mijn passie is het leven. Ik schrijf, ik zing, ik speel om even te vergeten. Ik schrijf, ik zing, ik speel om te weten wie ik ben. En ik doe gewoon een vak waarvan we kunnen eten. En toevallig is dat vak ook nog het leukste dat ik ken. Een roeping, een bevlieging, een vlucht, een heilig moeten. Een noodzaak, een behoefte, een vorm van overleven. Een willen laten gelden, een boodschap, weet ik veel. Ik voel me gewoon beter als ik schrijf en zing en speel. Het is het poppenkoffertje van mijn zusje, mijn jongste zusje Loek. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière bij me gehad. Toen ik met een cabaretje begon op het gymnasium samen met Dolf de Vries, deden we onze schminkspulletjes daar al in. En dat is bij me gebleven. Al die jaren, het moet ook altijd mee. Ik ben het één keer onderweg vergeten, toen was ik heel ongelukkig. Ik ben bijna teruggegaan, maar ik zat al vlak voor Groningen waar ik moest spelen. Dus het was 2 uur terug voor dat ene koffertje. Dat toch maar niet. Maar ik had die hele avond een onrustig gevoel. Koffertje is er niet. Uit welke voorwerpen kun jij je krachten putten? Ik ben niet bijgelovig, maar er zijn een paar dingen die moeten wel altijd mee. Dat zijn deze dingetjes die ik altijd voor me neerzet in mijn kleedkamer. Dit is een kabouter, die heb ik van Liedewij gekregen toen ik voor het eerst naar Indonesië ging op tournee. En bij de grote show Noordwest stond een tuinkabouter van dit formaat. En die kon uiteraard niet mee, toen heeft ze dit meegegeven. Dit heb ik van Corrie Vonk gekregen. Het nummer De Boer, van haha, dat zijn leuke dingen voor de mensen, deed ik voor het eerst in Scheveningen, in de oude Koerzaal. En Wim Kan en Corrie Vonk speelden in het paviljoen, naast mij. En ik ging van tevoren altijd even bij zijn buurt, die hele zomer, onvergetelijke ontmoetingen. En dan praten we wat over het leven en over het vak. En toen zei ik, ik heb vandaag een nieuw nummer geschreven. En toen vertelde ik waar het over ging, over een boer die een boerderij had waar de stadse mensen dan het stadse leven konden ontvluchten en kennis konden maken met het echte boerenleven. En toen grabbelde Corrie Vonk in haar tasje, zat altijd spulletjes bij zich en zei, hier, dit koetje, als je dat op het toneel zet, gaat het vast goed. Ik heb het achter een palm gezet en het ging goed, het nummer. Het is een van mijn grootste hits geworden. En dat moet er dus ook altijd staan. Dit autootje, dat heb ik gekregen van mijn belichter Wim Dreesens, toen wij voor het eerst op tournee gingen door Canada en de Verenigde Staten. Hieronder dit staat Paul van Vliet World Tour. En dit heb ik gekregen van Lise Loren, jaren geleden, mijn eerste vrouw, omdat ze mij een dappere zanger vindt. En dit kleedje, dat moet er ook altijd liggen, dat heb ik gekregen van mijn eerste toneelmeester, de legendarische Johan Matthijssen, die de laatste jaren van zijn leven met mij heeft meegereisd, waar ik veel van heb geleerd. En die legde het altijd netjes voor mij neer. En dit kleine wereldje, dat moet er altijd zijn. Dan voel ik me thuis in zo'n kleedkamer en dan bouw ik mijn eigen plek. Als je hier nou zo eenzaam opgesloten zit in je kleedkamer, denk je dan nog wel eens aan oom Frits? Oom Frits, de jongste broer van mijn moeder, met wie ik voor het allereerst heb opgetreden, thuis bij de familie van Vliet, letterlijk tussen de schuifdeuren op familiefeestjes en bijeenkomsten, traden we op als de loodgieter en de bakker van de familie van Vliet. En dan bespraken wij op plat Haags de toestanden in de familie. En dan Kees en Leen, een beroemd duo bij ons in de familie. En dat is de eerste kennismaking voor mij met het optreden. En de eerste kennismaking ook met dat er op me gelachen werd. En de eerste kennismaking met het plat Haags, want wij deden dat op plat Haags. Hallo die Kees, hallo die Leen, dag lekkere jongen. Wat een soort vast slotlied. En dan ben jij nog geweest bij die Van Vliet? Hoe is het met die Arwe? Dat was mijn vader dan. En dan begon oom Frits over mijn vader te praten. En dan zei hij tegen mij, hoe is het met die vrouwen? Die hebben het toch moeilijk met die mannen. En dan vertelde ik van mijn moeder en zo. En dan moesten de mensen vreselijk om lachen. En dan gaat het twinkelen. En dan denk je, hé, dat is leuk, hè? Ja. Daar is je liefde voor het entertainment ontstaan. Ja, ik denk het wel. Dan is er een klein zaadje in de grond gestopt wat nog ondergronds moet kiemen, maar het is ergens aangewakkerd. Iemand heeft dat vuurtje aangestoken. Jaren later kwam het zomerkamp van de jeugdkerk.
En nu weet je nog steeds waarom je hier zit? Ja. Dat is een keerpunt geweest in mijn leven. De laatste avond van het zomerkamp van de jeugdkerk. Ik was toen, ik denk 11 of zo. En op de laatste avond moest iets gebeuren en zei jongens, wie doet er wat? Het hele kamp, 80 jongens en meisjes. Spannend in de donkere augustusnacht, want het mocht laat worden. En er was een verhoog van aarde gemaakt en ik zei, ik doe wel wat. Ik wist nog niet wat, maar toen heb ik Jantje zag een spruimen hangen gedaan op 7 verschillende manieren. En daar werd in mijn herinnering onbedaarlijk om gelachen door die kinderen. En toen voelde ik ineens wat het is om voor een publiek te staan. Ze luisteren, ze worden stil als ik opkom en ze gaan om me lachen. En er was een sensationeel gevoel wat ik nog steeds, hè, bijna 60 jaar later, navoel. De sfeer van die nacht, het lachen, het daar staan, de aandacht. En ik dacht, jongens, dit is het. Dit wil ik nog wel eens meemaken. Ik heb dat ooit later nog wel eens bezongen in een tekst ook. Het gevoel van, hier draait het om, dit ben ik, dit is mijn wereld. Essentiële momenten in je leven dat je ontdekt door iets of een aanraking met iets of iemand dat je voelt, hier gaat het om. In elke vrouw en elke man zit een verlangen, groot of klein, om in het leven als het kan één keer gewichtloos vrij te zijn. Vrij van verdriet en niet meer bang. Niet meer alleen en vrij van toen, omarmd door oeverloos geluk, in staat iets kolossaals te doen. Die ene dag, die ene nacht, niet met de vragen van waarom, maar zeker weten, dit ben ik en dit gevoel, daar gaat het om. In elke vrouw, in elke man, zit een verlangen diep verstopt, om in dit leven, als het kan, één keer te voelen dat het klopt. Passie, ja, bevlogenheid, gedrevenheid. Onontkoombaarheid. Dit moet het zijn of deze persoon is het. Want je hebt natuurlijk ook passie voor mensen. In de verliefdheid zit passie, in liefde zit passie. Maar we hebben het nu vandaag geloof ik over passie voor het werk. En dan denk ik gedrevenheid. In tegenstelling tot workaholics, dat is veel beperkter. Dat is bijna benauwd en bekrompen. Maar gedrevenheid, passie, bevlogenheid is ruim, is warm, is vurig, heeft kleur, heeft toekomst. Is passie voor je werk, is dat nou een geschenk of moet je dat echt verwerven? Ik denk dat het beide is. Het begint met een passie. Je voelt op een dag in je leven, dit wil ik, dit is mijn wereld. En dat is ja, de bijna kinderlijke passie, een soort vaag vermoeden dat dit wel eens je wereld zou kunnen worden. En later moet je die passie wel onderhouden. Anders verdort die passie. Je moet die passie blijven voeden. Die hartstocht komt niet altijd vanzelf. Je moet hem oproepen. Je moet jezelf ook dwingen om die passie te voelen. En, maar ja. Heeft die passie wel eens onder druk gestaan bij jou? Ja, ik heb natuurlijk mindere periodes gehad. Een carrière en een leven heeft gelukkig ups en downs. En in die dalen, dan verlaat die hartstocht je en dan wordt die hartstocht verruild voor twijfel of kwetsbaarheid of een hele diepe vermoeidheid of een afkeer van het vak en de wereld die je hebt gekozen. En dan moet je zorgen dat die passie weer gaat bloeien, dat die hartstocht terugkomt. En dan moet je jezelf bij je kladden pakken en jezelf eraan herinneren dat de momenten waar het om draaide in je leven, dat die momenten gevoed werden door die grote gedrevenheid. En dan komt hij weer terug. En soms denk je, de passie is weg. Ik heb het ook gehad. En vooral bij het schrijven. Niet nooit eigenlijk bij het spelen. Spelen is veel meer een handwerk wat je eigenlijk altijd kunt. Ook ziek, zwak, beroerd, eenzaam, verdrietig. Spelen om 7:15 kan je altijd. Je kan vaak iets moois schrijven en dan vind je het zelf prachtig en dan komt er muziek bij en dan ga je zwemmen in je eigen mooigheid. Speel daar tegenin. Ik zeg altijd, breng de humor zo ernstig mogelijk en de gevoelige dingen met een twinkeling, iets lichts. Heb ik van Brel geleerd. Ik weet niet, er zijn een paar hele mooie opnamen van Ne me quitte pas. Grotere
lied van wanhoop is er eigenlijk niet geschreven in de songcultuur. Maar Brel zingt dat bijna glimlachend. Ne me quitte pas. Een verontschuldigende glimlach. En dat is zo mooi. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où l'amour sera reine. Dit is de tuin van ons oude huis. Het was een hele mooie oude stadstuin met bomen en ook fruitbomen. Het was daar helemaal begroeid, in mijn herinnering. Waar ik nu uitkom was een opslagruimte en de tuin liep door tot daar en ging dan linksaf in een soort L-vorm. En liep door tot die muur die je daar ziet. En dat is de muur van het gebouw waar Theater Pepijn is ondergebracht. En toen ik na mijn studie aan mijn vader en moeder vertelde dat ik een theater wilde beginnen. Toen vroegen ze, waar is dat dan? Toen zei ik, nou, dat is in de Nieuwe Schoolstraat. In het gebouw, het Jugendstilgebouw aan de voorkant. Ze zei, je gaat toch niet beginnen in de garage van Beekman? Want dat was vroeger een opslagruimte voor kachels. Daar waren ze nogal verbijsterd. Hè? Ik was net afgestudeerd. Dat ik in het onzekere leven van de showbiz trad. Ik herinner me niet zo gek veel van deze plek. Schemerbeelden zijn het. Ik ben hier een keer ontzettend op mijn achterhoofd gevallen. Het was de eerste keer dat ik heel erg pijn had in mijn leven. Grote snee, want ik ben heel veel gevallen in mijn leven. Mijn hele leven door heb ik een iets te hoog tempo gehad, waardoor ik vaak oversloeg wat er tussenin zat. Ik zag wel waar ik heen wou, maar letterlijk en figuurlijk niet altijd wat er tussen zat. Dus ik ben heel veel gevallen, ik heb heel veel littekens, letterlijk en figuurlijk. En in deze oude tuin herinner ik me dat dokter Van Hilton mij van achteren mijn hoofdwond hechtte. En dat mijn vader zei dat ik flink moest zijn. En dat zei hij altijd. Flinke jongen zijn, niet huilen, niet zeuren, nooit moe. Zo ben ik opgevoed. Maar het is natuurlijk een gek idee dat ik hier ben geboren en in Theater Pepijn voor mijn gevoel voor de tweede keer ben geboren. Toen in 1964 dat theatertje openging, toen voelde ik echt dat als het nieuwe begin en een vervulling van een droom die ik eigenlijk altijd heb gehad. Er was eens een droom en die droom leek vervlogen. En hij scharrelde eenzaam en oud door de stad. Door vrienden van vroeger, verloochend bedrogen. Een karikatuur die zijn tijd had gehad. En die stokoude droom ging langs deuren van huizen waar ooit hij het stralende middelpunt was. Geliefd en aanbeden, een held in het verleden, met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas. En hij nam ons mee langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, na het toppen van kracht. En het uitzicht daarboven was niet te geloven, zo mooi en zo ver. En nog nooit zo gedacht. Maar die stokoude droom zwerft nu door de straten. Verhongerd, vermagerd, verarmd en halfblind. En niemand heeft tijd om wat met hem te praten. Alleen af en toe nog een gek of een kind. Dus als je hem tegenkomt, één deze dagen, haal hem in huis, probeer het een keer. Geef hem een stoel en dan moet je hem vragen. Hey, ouwe droom, hoe zat het ook weer? Dat jij ons meenam langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen,
naar toppen van kracht. De wereld hervormen, de hemel bestormen met nieuwe ideeën, nog niet eerder bedacht. Want die stokoude droom heeft nog heel veel te geven. Hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt. Maar hij zal ons ooit allemaal overleven. Hij is zo oud als de wereld, maar zo jong als de tijd. Maar je moet hem beschermen, je moet hem verzorgen. Je moet hem koesteren onder de zon. Je moet hem vertrouwen en vandaag al of morgen, dan weet je het weer waar het ooit om begon. Dan neemt hij je mee, willend wegen van liefde, tot hoog in de berg, naar toppen van kracht. En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht. Ik heb heel lang met het verleden geleefd ook en heb daar ook over geschreven. In sommige teksten ook, dat ik wel eens los wou zijn van het verleden. Ik heb heel veel bewaard. Ik ben een echte verzamelaar geweest. De ruimte waar we nu zijn is twee keer uitgebroken omdat er te weinig plaats was voor alles wat ik als een hamster meesleepte naar mijn hol. Liedewij legde dat dan in het halletje van het huis en zei, wil je dat meenemen alsjeblieft naar jouw eigen huisje? En dat stapelde zich hier op en dat legde ik dan achter mij op de trap en dat verhuisde naar een zoldertje boven mijn werkkamer. En dat is mij op een gegeven moment enorm gaan benauwen en heb ik heel radicaal waanzinnig veel weggegooid. En ik heb nu ook langzamerhand mijn archief een beetje op orde en mijn verleden is wat overzichtelijker geworden en ik leef er zeg maar in mijn denken niet meer in. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik heel erg koester, die ik als voorwerpen met me meedragen, omdat daar een hele dierbare herinnering aan zit. En ik weet ook precies wat ik zou redden als het huis in brand zou zijn. Een paar dingen, een paar poppen van mijn vader, een paar restanten van het ouderlijk huis. De stoel bijvoorbeeld achter het bureau. De stoel achter mij, de kloosterstoel, is een dierbaar stuk. Wij zijn in de oorlog alles kwijtgeraakt bij het bombardement van 3 maart op het Bezuidenhout. Gelukkig had mijn vader wat opgeslagen en een van de dingen die uit het ouderlijk huis bewaard is gebleven is die stoel die niet erg lekker zit. Het is een echte kloosterstoel, het is een soort martelwerktuig voor monniken. Maar ik zit er graag op en als je schrijft is het ook niet zo slecht om rechtop te zitten en het harde hout onder je te voelen als een extra stimulans om te blijven werken. Want Kees van Koot heeft dat een keer heel goed gezegd. Schrijven is blijven zitten tot het er staat. Laten de mensen daar vooral geen romantische illusies over hebben, over dat schrijven. Het gaat niet vanzelf. Je moet gewoon ploegen, timmeren. De grote vondsten komen in een flits en dan is die vondst er en daar ga je mee aan het werk. En dan ga je je vak doen en blijven zitten tot het er staat op dat papier. Is de werkkamer nu jouw domein waar je ook niemand anders duldt en je woont eigenlijk alleen samen met je passies? Ja, ik zit hier graag. Ik ben hier in mijn eigen wereld, mijn eigen dingen om me heen. Ik heb 2 bureaus. 1, daar doe ik de zaken aan, want ik heb een eigen bedrijf, heb Pepijn. En de tafel achter mij is mijn werktafel, daar schrijf ik. En ik hou die werelden ook gescheiden. En ik heb die plek ook nodig om het huis af te schudden. Het eigen huis waar ik heel graag ben, is te gezellig. Dat is te huiselijk. Daar is van alles wat aan een andere wereld herinnert. Hier wil ik in mijn eigen wereld zijn. En ik vlucht hier ook wel eens naartoe. Ik heb dat soms ook wel eens te vaak gedaan, dat ik in een rookgordijn van artistieke bevlogenheid zei dat ik hier moest zijn, terwijl ik eigenlijk net zo goed binnen had kunnen zijn en me had kunnen overgeven aan wat er in het huis gebeurde. Maar ik denk dat ieder artiest zo'n plek nodig heeft.
Ik heb heel veel gespeeld in het koerhuis. Het oude koerhuis, voor de verbouwing. En verkleedde me altijd in de dirigentenkamer op het toneel. Dus een hele mooie ouderwetse kleedkamer was dat. En daar hing dat schilderij wat hier nu op mijn werkkamer hangt. En toen werd de boedel van het koerhuis geveild. Want het is gerestaureerd en alles werd verkocht. Toen het koerhuis een nieuw leven begon. En op de dag van de veiling ben ik naar het koerhuis gegaan. Ik wou graag iets hebben van dat oude koerhuis. Om dat bij me te houden. En ik dacht, hé, dat schilderij, dat zou leuk zijn. Ik vroeg aan de veilingmeester, is dat schilderij te koop? Zei hij, welk schilderij? Zei, dat hing altijd in de dirigentenkamer. En ik ging daar kijken. Het koerhuis was al onttakeld en dat schilderij hing er nog. Ik zei, het hangt daar. Toen zei die veilingmeester, heb je een deken bij je? Ik zei, ja. En toen hebben we het in een deken gewikkeld. En heb ik via een achterdeurtje mocht ik het meenemen en heb ik het in mijn auto geladen. En nu hangt het hier. We zijn hier nu in de Paul van Vliet Lounge in het Koerhuis in Scheveningen. Wat heb je er allemaal voor moeten doen om een eigen lounge hier te krijgen? Veel spelen, lang spelen. Toen ik 25 jaar aan het theater was, heb ik dat een beetje gevierd met mijn jubileumshow. En toen heeft het Koerhuis mij deze lounge aangeboden. Ik heb hier heel veel voetstappen liggen. Ik heb vanaf 1970 hier gespeeld. En het Koerhuis dreigde toen iedere zomer dicht te gaan, omdat de heer Zwolsman, die toen de macht hier had overgenomen, alles brak wat hier nog overeind stond. En het koerhuis zou iedere keer ook worden gesloten en worden afgebroken. Maar iedere zomer, vanaf 1970, ging het toch weer open. En ik heb hier gespeeld dat het hotel al helemaal dicht was, met honden van de bewakingsdienst om het koerhuis heen. Terwijl ik stond te spelen bij een gevoelig lied, hoorde je dan de honden blaffen. En dat had tot één groot voordeel, dat ik iedere zomer weer kon zeggen, het koerhuis blijft toch open. Paul van Vliet blijft spelen. De avond aan zee gaat toch door. Waaruit bestaat jouw verbondenheid met de zee? Ja, ik ben geboren in Den Haag. Ik ben opgegroeid aan de zee. Vanaf mijn tweede jaar herinner ik me, zover ik me dat kan herinneren, of het zijn de verhalen, ging ik met mijn familie naar zee. Ik heb die zee altijd opgezocht. Ik vond het ook heel erg dat in de oorlog Scheveningen werd afgesloten. Want Hitler heeft Scheveningen ingedeeld in als een van de speerpunten in zijn Atlantikwal. En hij vermoedde dat een van de invasies die er zouden komen in Scheveningen plaats zou vinden. Daarom is Scheveningen extra versterkt geweest in de oorlog en afgesloten van de buitenwereld. Je kon die zee toen niet meer bereiken en dat vond ik als jongetje al heel erg. Want ik zocht die zee altijd op. Al heel jong. Ik ging er als jongetje alleen al heen. En dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ik heb de zee altijd opgezocht. De Scheveningse zee, vooral. Daar kom ik nog altijd. Ik moet af en toe die zee voelen. En vooral ook ruiken en zien. Ik kan aan de zee heel goed denken. Dingen worden van me afgenomen. Als ik in de knoei zit of het niet meer zie zitten, dan zoek ik die zee op. Die neemt dat op een bepaalde manier van mij af. Die zee was er altijd. Die ligt er in zijn eeuwige oneindigheid. En relativeert ook enorm. Ik kan goed denken aan zee. Den Dolaert heeft gezegd, iedereen heeft het landschap van zijn ziel. Voor sommige mensen is dat de stad, voor anderen zijn dat de bergen of de bossen of zelfs de woestijn. Kan het landschap van de ziel zijn. En voor mij is dat ongetwijfeld de zee. Het is de plek waar ik me eigenlijk waarschijnlijk het meeste thuis voel. Je bent ook vaak in gesprek met de zee. Hoe kan zo'n dialoog eruit zien? Ik heb de neiging om hardop te praten. Ik schrijf eigenlijk alles hardop pratend. Mijn teksten. Ik loop ook vaak langs de zee hardop te praten. En een van mijn liedjes is daar ook uit ontstaan. Ik zag die zee zo liggen en dacht, de zee heeft mij ook vaak wat verteld. Als je goed luistert, kan je ook die zee horen praten, voor mijn gevoel. Dat had ik als jongetje al. Ik dacht dat de zee ook kon praten. Dat in die golven een gesprek voortkwam uit die golven, dat die zee tegen mij iets zei. En uit dat oude gevoel van dat jongetje is het lied, de zee heeft me verteld dat ze zo moe is ontstaan. De zee heeft me verteld dat ze zo moe is. Ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Ze zei, wat is dat toch bij jullie allemaal aan de hand?
Wat doen jullie toch tegenwoordig allemaal op dat land? Ze zei, er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen. Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen. Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is. Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Ze zei, ik hoor dat er bij jullie af en toe wel een rapport verschijnt. Dat na de eerste onrust dan weer ergens in een la verdwijnt. Van de een of andere waardeloze functionaris. Die vanwege het toerisme niet wil weten dat het waar is. Dat het waar is als ik zeg dat ik zo moe ben. Dat het waar is dat ik er zeer beroerd aan toe ben. Ja, vroeger vond ik het fijn wanneer het zomer was geworden. Met al die mensen en die kinderen, dat was gezellig voor mij. Nu heb ik vaak de neiging om te roepen als ze komen. Blijf maar liever weg, niet te dichtbij, want dat is slecht voor u. Dat zei de zee, die me vertelde dat hij moe is. Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. We zijn hier in Theater Pepijn. Dit is ook je eigen broedplaats geweest, hè? Ja, hier is het allemaal begonnen voor mijn gevoel. 18 december 1964. Op de dag dat het grootste theater van Den Haag afbrandde, het gebouw voor kunst en wetenschappen. Dat gingen wij open. En burgemeester Kolfschoten die zou hier de boel openen met een mooie toespraak aan het eind van de voorstelling. Maar hij haalde het niet, want hij moest als hoofd van de brandweer daar zijn op de Zwarte Weg bij de brand. Maar helemaal aan het eind van de voorstelling kwam hij nog nat bestoven van de brand binnen, sprong dit kleine toneeltje op en sprak de historische woorden La grande reine est morte, vive le petit prince. Een ander sprookjesverhaal is dat destijds was hier een meisje, dat deed het licht, en ze zou ooit de hoofdrol gaan spelen. Ja, we hadden een leuke groep met Iselore Gerritsen, met Rob van Kreeveld als pianist, Vert Hugas en Judith Bos, het eerste jaar als het mannetje Pepijn. En het licht werd gedaan door Liedewij de Jong. En dat werd mijn latere vrouw. Waar komt de naam Pepijn vandaan? De P kan ik raden, maar de rest niet. Ik heb heel lang zitten denken en toen had ik eerst mijn voorletters. PP, Pieter Paul, dat werd PP. Cabaret PP, theater PP. Dat vond ik er een beetje sloom en slap en een beetje Spaans ook. En toen ben ik gaan zoeken in het woordenboek en kwam op Pepijn. Vond ik een leuke klank, leuke naam. En de betekenis was kleine zoon en dat vond ik ook wel. Het was toch een soort kind van me en is het eigenlijk altijd nog. En we schrijven het met twee hoofdletters, P's van Pieter Paul. En later hebben mensen daar Pep en Pijn nog uitgehaald. En er zijn ook een heleboel kinderen naar Pepijn genoemd. Je moet maar eens opletten dat alle jongens die Pepijn heten zijn na 1964 geboren. In 1992 werd je ernstig ziek. Met wat voor ogen keek de dood je aan? Ja, vriendelijk, maar heel zeker. Hij wist, ik krijg jou wel. En dat zie je in zijn ogen. Ook al krijgt hij je nu niet, dan krijgt hij je altijd later. Hij is voor mijn gevoel heel charmant en verleidelijk ook. Van ga maar mee. Hè? Je hebt het goed bij mij. Waarom zou je nog langer verzetten? Maar ik was toen er nog niet aan toe. De ziekte heeft wel je wereld revolutionair veranderd? Ja, eerst wel. Het was voor het eerst van mijn leven dat ik in een ziekenhuis lag. Afgesloten, met een dubbele deur. Totaal op mezelf teruggeworpen. Aan slangen. Ik was ook volledig afhankelijk van anderen, wat voor mij ook een hele nieuwe ervaring was, omdat ik in mijn leven altijd onafhankelijkheid als iets heel hoogs heb
in mijn vaandel heb geschreven, ook tot het overdrevene toe. Laat mij nou maar alleen, onafhankelijk wil ik blijven. En daar lag ik totaal overgegeven aan anderen. En toen heb ik een heleboel dingen begrepen. En ik heb begrepen dat ik nogal slordig ben omgesprongen met het leven en mijn eigen lijf. En met, ook met mijn vrienden en mijn familie. En die verandering die ik toen voelde, heb ik wel een tijdje nog gehad. Maar bleek later toch iets te kort. Ik wou wel weer iets te snel gaan spelen en vergeten wat me was overkomen. En dat heb ik later begrepen, is niet goed geweest. Je moet, als je zoiets meemaakt, het de kans geven dat het je echt blijvend verrijkt. En al die mooie plannen die ik toen had, ja, er is wel wat van terechtgekomen, maar niet echt heel erg veel. En ik ben 10 jaar daarna nog een keer heel erg ziek geworden. Heb ik longontsteking gehad en toen was het ook kantje boord. En met dat moment heb ik veel meer gedaan. Toen heb ik echt besloten om het moment te benutten. Een vriend van mij heeft dat genoemd de zegen van het échec. Zeg maar, de totale nederlaag fysiek die je dan leidt. Of psychisch kan natuurlijk ook. Dat je dat gebruikt in positieve zin. En werkelijk een verandering in je leven tot stand brengt. De binnenkant van je leven is belangrijker geworden dan de buitenkant? Oh ja, veel belangrijker. Ja, de behoefte in ieder geval om dieper te graven en dieper dingen te vinden, wordt steeds sterker. De behoefte ook om flauwekul af te snijden. En dat heb ik van die 2 keren wel geleerd. Ik ben veel selectiever geworden in mijn leven met wat en wie ik toelaat en waar ik achteraan jaag. En niet meer dat blinde meegesleurd worden door iets, een bevlieging. En in mijn vak zit natuurlijk ook zoveel onzin en flauwekul en humbug en echte dingen die niks voorstellen, waar je toch de neiging hebt om in mee te gaan, omdat het jouw wereld is. Maar gelukkig word ik nu veel selectiever en probeer veel essentiëler te zijn en ook mijn keuzes, ja, dat het de keuze voor de waarheid is. Jij moet eens goed luisteren. Jij bent jezelf als je speelt. Jij bent jezelf als je een ander uitbeeldt. Jij bent jezelf als je je achter een ander verschuilt. Jij bent jezelf als je maar wat verzint. En als jij speelt, ben jij op de vlucht. Eigenlijk ben jij een bedrieger. Een laffe potsenmaker. Een fantast. Kom, ik laat me hier een beetje beledigen. Ik ben een belazer, zeg. Ik ben van mijn lol. Van Vliet, kom terug. Waarom zeg je niks? Nou, ik ben even mezelf niet. Dus je speelt weer? Nee, ik speel juist niet. Dus je speelt niet? Nee, meneer, zo kan ik niet spelen. En waarom niet? Omdat ik nou mezelf niet ben. En waarom wil je dat dan? Jezelf zijn? Ach meneer, er zijn al zoveel anderen. Moeten je drijfveren nou nog wel eens gesmeerd worden of loopt eigenlijk altijd alles op rolletjes? Oh nee, nee. Je moet alert blijven met grote nieuwsgierige onderzoekende ogen. Het leven blijven bekijken, openstaan, dingen toelaten, risico's nemen. Ook laten we dat vooral niet vergeten, het begrip risico. Er zijn zoveel mensen die nooit eens een risico nemen. Neem die risico's. Ga een keer op je bek. Je komt er alleen maar gelouterd en beter uit. Ja, het zijn bijna clichés, maar clichés zijn er niet voor niets. Het zijn de clichés zonder wie je niet kunt leven. Je hebt die clichés nodig om je aan vast te pakken. Je moet nieuwe dingen ontdekken. Je grenzen verleggen. Globaliseren in je kop. Probeer je eigen bekrompenheid te doorbreken. Laat nieuwe ideeën toe. Lees, zie. Hoor, luister, voel, laat het gebeuren in godsnaam. En refereer, haal jezelf terug naar die momenten waar je je in je goed voelde. Dat je wist, hier draait het om, hier gaat het om. Als je dat 1 keer hebt gevoeld en je dus weet dat het bestaat, dan moet je tot je laatste snik onthouden dat het daar om gaat. Een wonder komt soms onverwacht.
je weet het nooit. Misschien vannacht. Er is meer, hè? En toen kwam dat UNICEF op mijn pad. En dat heb ik met twee handen beetgepakt. Omdat dat precies was waar ik op dat moment zonder het te weten behoefte aan had. Aan een verdieping van mijn carrière. En een verbreding van mijn leven. Aan iets meer. Dat het niet alleen maar om mij draaide, maar om nog iets meer. Hè? Dat is steeds meer geworden en meer geworden. En toen dacht ik anderhalf jaar geleden, wat wil ik nog? Wil ik nou weer een nieuw programma maken? Ik wil ook wat kalmer aandoen. Ik heb afscheid genomen van het dagelijkse door Nederland trekken. Premières, gedoe eromheen, daar had ik niet zoveel zin meer in. Maar ik wou wel blijven spelen, want een van mijn grote, of zo niet, mijn grootste passie is dan toch dat spelen. En ineens had ik het, ik dacht, weet je wat, ik blijf spelen, maar ik blijf spelen voor UNICEF. Dan trek je door het land, niet zo vaak meer, maar 4 maanden per jaar. En dat ga ik de komende jaren doen en dan gaat de reset aan UNICEF. Dan heb ik 2 dingen. Ik blijf mijn grootste liefde trouw en ik heb er iets bij. Ik speel nu vanuit een ander gevoel. En dat is UNICEF. Is er een overeenkomst tussen de passie waarmee jij je creatieve doelen probeert te bereiken en het werken voor UNICEF? De creatieve passie is iets anders. Dat is iets van je hele leven. Dat is er altijd. Of het sluimert, of het is even weg, maar de gedrevenheid, de bewogenheid voor dat vak is iets anders dan de gedrevenheid en de bewogenheid voor UNICEF. Die bewogenheid en die gedrevenheid heb ik voor UNICEF, maar het is meer uit een bewustwording. Het idee dat ik dat moet doen en het is ook gewoon werk. Het is vaak ook helemaal niet glamorous, het is niet leuk. Het is soms heel zwaar en verdrietig en moeilijk. Het is bewuster, laat ik het zo zeggen. Het gaat, het is gestuurder. En die andere, die artistieke gedrevenheid hoe moet je dat uitleggen? Dat is abstracter, dat is er altijd. Dat is een deel van jezelf. En, UNICEF is werk, is een taak, is een opdracht die ik mezelf heb gegeven. Je mag wel blij zijn als je oud wordt zonder schuldgevoel en spijt. Zonder dat je nog zegt, ik had eigenlijk toch, misschien. Oud zijn in tevredenheid, zonder schuld of zelfverwijt. Rustig zeggen, het is mijn tijd, ik hou het voor gezien. Je mag al blij zijn als het zo zal gaan. Maar ik hoop dat ik straks oud word met verlangen in mijn bloed. Ik hoop dat ik dan nog zeg, ik zou eigenlijk toch misschien. Oud zijn in gedrevenheid, nog elke dag te weinig tijd. Ogen open, armen wijd, tot in mijn laatst seizoen. En ik hoop dat het tenslotte zo zal gaan. Dat ik van mijn sterfbed op zal staan en zeg, geef mij mijn pennis aan. Ik heb nog veel te doen. Bezoek ook onze website www.tros.nl.